Oké. De volgende spreekster is zich nu aan het klaarmaken, dus ik ga haar rustig introduceren. Zij is een historicus, ze is een docent, programmamaker, onafhankelijk onderzoekster. Ik heb haar heel vaak meegemaakt bij meetings bij het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En ik geniet er altijd van, want ze geeft een behoorlijk pak slaag. Ze zet zich in op heel veel verschillende manieren en ze gaat vandaag het hebben over een eurocentrische blik van het slavernijverleden. Het is de bedoeling dat ik een paar voorbeelden ga geven van manipulatie in de traditionele geschiedschrijving over de slavernij en van manipulatie in de praktijk van het geschiedenisbedrijf. En beide soorten hangen nauw samen met de structuur van onze samenleving. En dat weten jullie allemaal wel, maar ik ga dat toch eventjes herhalen. Ik ga namelijk een schets geven. Ik begin met een schets van die structuur van onze samenleving. En wel met de kanttekening dat wij het hier in Nederland niet zo slecht hebben, maar dat het wel veel beter kan. Wij, de zwarte erfgenamen van de slavernijgeschiedenis, en onze witte bondgenoten, laten we die niet vergeten, wij gebruiken de slavernijgeschiedenis om te proberen een einde te maken aan racisme. En het gros van de witte erfgenamen probeert die geschiedenis juist te ontkennen, te verdoezelen, te bagatelliseren en te beheersen. Om onze claims te ontkrachten en om haar zelfbeeld rechtvaardigheid en tolerantie te beschermen. En deze dominante groep wordt geholpen door een paar zwarte collaborateurs die in de slavernijtijd Bashas werden genoemd. En ik wil dat echt ook onderstrepen in deze tijd van onze ontwikkeling, die Bashas zijn. In deze strijd gaat het dus niet alleen om het waarheidsvertrouwen weergaven van de geschiedenis, maar ook om een gelijkwaardige deelname aan de samenleving. Deze deelname wordt bepaald met behulp van racisme. Racisme is niets anders dan een denkwijze en een middel om niet eerlijk te hoeven delen. Het is in de vorm van afrofobie tegelijk met de transatlantische slavernij en het kapitalisme ontwikkeld en wereldwijd verspreid en verstrengeld met de supranationale organisaties en met lokale structuren. En omdat het ook een functie van het kapitalisme is, is het met de afschaffing van de slavernij niet verdwenen. De dominante groep wil ons graag doen geloven dat het kapitalisme kleurenblind is en dat de verdeling van de koek gebeurt op basis van eerlijke concurrentie en verdiensten, meritocratie. Maar dit is niet waar. Het kapitalisme heeft van oudsher grote, onderscheidbare groepen nodig die het kan uitbuiten, marginaliseren en negeren. De zwarte en de ex-koloniën vormen het gemakkelijkste reservoir hiervoor, vanwege hun achterstelling door 400 jaar slavernij, kolonialisme en imperialisme. De Afrikaanse filosoof en historicus Agile Mbembe stelt in zijn boek Kritiek van de Zwarte Reden dan ook dat we racisme alleen zullen vernietigen als we het kapitalisme afschaffen. Dat wilde ik toch nog even gezegd hebben. Maar dit zullen we vanavond niet voor elkaar krijgen. We zijn wel op de weg door het eurocentrisme in de geschiedschrijving aan de kaart te stellen. Want dat wil ons via geestelijke manipulatie in het reservoir houden. In het kapitalistische reservoir. Ontmaskering van eurocentrisme is dus een poging om Nederland en de wereld beter te maken. Weer terug. En dan ga ik nu beginnen met mijn eigenlijke verhaal. Een paar voorbeelden van eurocentrisme via manipulatie in de slavernijgeschiedenis. Ik heb heel erg veel voorbeelden, maar ik heb een paar moeten weglaten omdat ik misschien afgeschoten ga worden. Maar ik begin hier met de aantallen slachtoffers, de manipulatie daarvan. In de geschiedenisboeken staat dat er 12 miljoen Afrikanen naar de koloniën zijn gedeporteerd en dat Nederland een aandeel van 5% hierin had en dat er ongeveer 350.000 Afrikanen in Suriname zijn terechtgekomen. Ik hou het bij Suriname,
sorry. Allereerst merk ik op dat deze aantallen schattingen zijn. Ze zijn in ieder geval voor het geval van Nederland gebaseerd op onvolledige boekhoudingen van slechts een enkele handelsmaatschappij. In de tweede plaats zijn er uiteraard geen cijfers over het aantal illegaal verhandelde Afrikanen en ook niet van de lokale handel in het Caraïbisch gebied. De traditionele deportatiecijfers zijn dus veel hoger dan wordt gesuggereerd. En daarbij, en dat is mijn tweede opmerking, daarbij leiden deze deportatiecijfers de aandacht ervan af dat er ook slachtoffers van de slavernij op de plantages zijn. Er zijn namelijk 250 jaar lang kinderen geboren op de plantages. Deze geboortes zijn niet bekend en dus ook niet meegenomen in de cijfers. We kunnen dus geruststellen dat het aantal slachtoffers van de transatlantische slavenhandel en de slavernij vele malen hoger liggen dan de traditionele geschiedenis moet suggereren. En de tweede kwestie die wordt gemanipuleerd is de kwestie van wreedheid in Suriname. Deze wreedheid is ook vele malen groter dan traditionele historici als Piet Emmer beweren. Hij is onze grote vriend. We kunnen dit concluderen uit de demografische ontwikkelingen in Suriname. Op 1 juli 1863, de dag van de administratieve vrijmaking van Suriname, waren er, jullie zien het, 32.911 vrijgemaakten, 7.000 vrije kleurlingen geteld. En men had geschat dat er 5.000 Maroons waren. Bij elkaar dus 44.911 kleurlingen. Zij zijn de nakomelingen van die 350.000 Afrikanen. En een eenvoudige berekening leert ons dat de gekleurde bevolking van Suriname met 87,16% is afgenomen. In dezelfde 250 jaar is de Nederlandse bevolking met 90,7% tot 93% toegenomen. Dit is dus het best bewaarde geheim van deze slavernij. Een bevolkingsafname van 87,16%, terwijl er 250 jaar lang kindertjes werden geboren, is dus niet minder dan een genocidale bevolkingsafname. De slavernij in Suriname was dan ook een genocidale slavernij. Ik begrijp dus niet dat mensen als Piet Emmer de kans krijgen om hun bullshit steeds maar in de kranten te blijven vertellen. En sorry voor het woord, maar ik kan het niet anders zeggen. Bijna 20 jaar lang, ieder jaar tegen 1 juli, komt hij weer met zijn verhaal. Bijvoorbeeld de Volkskrant van 26 augustus 2017. Was hij niet zelf aan het woord, maar werd hij geciteerd door een zogenaamde linkse intellectuele journalist, Martin Sommer. He, ze gebruiken selectief de feiten, ze gebruiken alternatieve feiten en dit doen ze om de beeldvorming te manipuleren met de bedoeling de zwarte Nederlanders en hun claims te disqualificeren. Er behoeft geen betoog dat de Volkskrant mijn reactie niet wilde publiceren. De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland en Elsevier wilden dit ook niet. Dus ik denk dat activisten hun activiteiten ook moeten gaan richten op die uitsluitende linkse media. In mijn volgende voorbeeld heeft de auteur geen alternatieve feiten gebruikt, maar er is wel sprake van selectief gebruik van de feiten, want de auteur heeft bepaalde belangrijke contextuele oorzakelijke feiten weggelaten in haar weergave van de slavernij van Suriname. Ik heb het over de dissertatie, een gekleurde elite, van de van oorsprong Surinaamse juriste Ellen Neslo, dat in november 2016 is verschenen. Op basis van uitgebreid archiefonderzoek, heeft ze goed gedaan, constateert ze dat 65% van de bevolking van Paramaribo in 1862 uit vrije kleurlingen bestond, dat veel van deze mensen zichzelf en hun dierbaren hadden vrijgekocht, dat het koloniale gezag de manumissieregels had versoepeld, regels voor vrijkoop, en dat een klein deel van de vrijgemaakte welvarend was geworden. So far, so good. Deze feiten kloppen, geweldig. Maar dan trekt ze allerlei conclusies die de indruk geven dat het wel meeviel met de slavernij in Suriname, precies zoals
Piet Emmer en zijn adepten beweren en ik maak bezwaar tegen deze beeldvorming. Ik vind dat we het feit van die 65% vrije kleurlingen aan de vooravond van de afschaffing moeten bezien in het licht van die genocidale bevolkingsafname van 87,16%. In de tweede plaats moeten we bij het lezen van het boek niet vergeten dat Nesro slechts een beperkte periode van 62 jaar behandelt en dat de slavernij 250 jaar heeft geduurd. En in de derde plaats gaat er onderzoek alleen over Paramaribo, terwijl het gros van de slaafgemaakten op de plantages leefde. Het beeld van de slavernij wordt verder gemanipuleerd door het ontbreken van belangrijke contextuele oorzakelijke feiten, zoals ik zo net al zei. Wegens tijdgebrek ga ik maar in op een van de voornaamste conclusies en die is dat de vrijgemaakten een grote mate van agency hadden, het daadkracht, met betrekking tot hun vrijkoop. Nesro schrijft dat de manumissie evenlang aan heel strenge voorwaarden en regels was gebonden en dat het ook heel erg duur was geweest, maar dat het koloniale gezag de meeste beperking had afgeschaft in de onderzochte periode en dat de eigenaren toen ook veel vaker met de vrijkoop hadden ingestemd. Dit klopt allemaal heel goed, geweldig. Maar ze vertelt niet waarom dit allemaal gebeurde. Deze versoepeling van de regels vond namelijk plaats in een tijd dat de overheid al over afschaffing aan het nadenken was. De overheid wist uit de Nederlandse debatten en uit de Engelse en de Franse afschaffing dat de slaveneigenaren compensatie zouden eisen voor het verlies van hun eigendom. De overheid dacht dus, hoe meer slaven zich vrij kunnen kopen, hoe minder ik straks aan compensatie hoef te betalen aan de eigenaren. En de eigenaren dachten, straks ben ik toch mijn eigendom kwijt, nu kan ik tenminste nog een flink bedrag voor ze krijgen. Die versoepeling van de manumissie was dus totale eigenbelang van de overheid en de slaveneigenaren. Dit had niets te maken met agency van de slachtoffers, in de zin dat zij dit zelf door hun gedrag hadden afgedwongen. Zij waren in deze situatie gemanoeuvreerd. De overheid was namelijk, zoals ik al zei, meer dan 20 jaar aan het nadenken over de afschaffing, maar er gebeurde niets. Dus toen die manumissie werd versoepeld, grepen de slaafgemaakten hun kans. Althans, degenen die genoeg geld konden verdienen om zichzelf vrij te kopen en hun dierbaren. Wat mij betreft werden zij met deze manumissieversoepeling opnieuw uitgebuit. Hun agency om zichzelf en elkaar vrij te kopen wordt hier gebruikt, misbruikt, om het te doen voorkomen alsof ze ook agency hadden gehad in de structuur van de samenleving. He, dat die samenleving, die slavernij niet zo erg was geweest. Daar wordt het voor misbruikt. En dat klopt niet. Een ander voorbeeld van manipulatie van de beeldvorming stamt uit dezelfde periode. De overheid was in 1828 voor het eerst in de slavernijgeschiedenis begonnen met substantiële verbetering van het lot van de slaafgemaakten. Ze deden het vooral om de productie te redden, want sinds het verbod op de slavenhandel in 1814 werden er nauwelijks meer nieuwe slaafgemaakten aangevoerd, terwijl ze wel bij bosjes bleven sterven. Er moest dus iets worden gedaan aan hun arbeids- en leefomstandigheden en aan het gedrag van de meester. En de overheid pakte dus heel voorvarend aan. En hierdoor kregen de slaafgemaakten en de laatste 20, 30 jaar van de slavernij, voor de afschaffing, kregen ze betrekkelijk beter dan in die eeuwen daarvoor en in die decennia daarna. De manipulatie is hier dat de traditionele historici deze korte periode misbruiken om te doen alsof het de hele slavernij door zo was geweest. En ook nog even kort, de Nederlandse slavenhandel is in 1814 verboden, maar niet door Nederland, het is gebeurd door de Engelsen, die waren in die periode, zaten die in Suriname. Oh, ik heb nog 4 minuten, dan moet ik even doorgaan. Een ander voorbeeld van manipulatie, want dat is mijn belangrijkste eigenlijk, vormt de geschiedenis van het Nederlandse abolitionisme. De historici weten dat dit in vergelijking met het Engelse, het Amerikaanse en het Franse abolitionisme niet veel heeft voorgesteld
en dat er een enorme verschil is in karakter, duur en rijkwijde en betekenis. De kennisverspreiders doen echter alsof het Nederlandse abolitionisme hetzelfde was als het Engelse. Ze doen dit door eerst iets te vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse abolitionisme en daarna gaan ze over op de geschiedenis van de Engelse abolitionisten. En een mooi voorbeeld hiervan vormt de NTR TV-serie uit 2011 van de Nederlandse slavernij. Voor deze vertekening van de geschiedenis maken ze gebruik van de dissertatie De Afschaffers van Maartje Jansen uit 2007. Haar onderzoek gaat over 19e-eeuwse organisaties die van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de publieke opinie en de politieke organisatie in Nederland. En onder deze organisaties waren ook die afschaffingsmaatschappijen. Haar onderzoek naar de slavenvrienden, zoals ze werden genoemd, gaat dus alleen over hun betekenis voor de ontwikkelingen in Nederland. Het gaat niet over hun betekenis voor de slaafgemaakten en de inrichting van Suriname. Mijn boek over natuurgenoten en wilde honden gaat daar wel over. Ik heb aan de hand van hun uitspraken, voorstellen en activiteiten laten zien dat de aanvankelijke betrokkenheid van deze slavenvrienden bij de slaafgemaakten gaandeweg had plaatsgemaakt voor betrokkenheid bij de instandhouding van Suriname als landbouwwingewest. En dat ze de vrijgemaakte als goedkope, uit te buiten landbouwkrachten wilden behouden. Oh, ik ben door alle toedoen, ben ik het allemaal vergeten. Door alle gigantische deze. De meeste slavenvrienden gooiden hun principes overboord en namen de negatieve beeldvorming van de tegenstanders van de afschaffing over. En ze schreven dat de zwarte vooral kinderlijke, diefachtige, luie, promiscue briegers waren die niet zonder een straffe maar rechtvaardige blanke leiding konden. Hun grootste angst was dat de vrijgemaakten hun vrijheid zouden gaan opvatten als vrij zijn van arbeid. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Daar zij als slavenvrienden verondersteld werden geen belangen te hebben, legden hun opvattingen een heel groot gewicht in de schaal. En mijn stelling is dat ze met hun negatieve beeldvorming over de zwarten de invoering van het staatstoezicht in Suriname hebben gelegitimeerd en goedgekeurd. Hierdoor zijn de slaafgemaakten na de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 in een nieuwe vorm van slavernij gebracht. Geen historicus heeft mijn bevindingen ooit kunnen beleggen en daarom wordt mijn boek genegeerd, maar het is nog steeds verkrijgbaar bij bol.com en het is zelfs geworden. Ik had het ook nog willen hebben over, dit is één ding wat ik wil noemen, mijn boek een gevoelige snaar heeft geraakt, mag ook blijken uit het feit dat de directeur van het NINSEE in het parool van 11 juli 2017 heeft aangekondigd onderzoek te zullen laten doen naar het debat in het parlement over de afschaffing van de slavernij. En hij zei, ik citeer, ook in Nederland hebben zich in een vroeg stadium mensen sterk gemaakt voor de afschaffing. Het wordt tijd dat we ook die witte helden bij naam gaan leren kennen. Einde citaat. Vanwege tijdgebrek merk ik op dat als de Nederlandse slavernijgeschiedenis witte helden had gehad, zoals het woordenboek die definieert, dan zouden al die Piet-emmers van deze wereld ons hier al lang mee duizendvoudig om de oren hebben geslagen. Maar misschien zijn er nieuwe bronnen opgedoken. Net zoals er af en toe een nieuw schilderij opduikt in de van oude meesters. Hè? En ik wilde ook nog een MeToo momentje bespreken, maar dan met betrekking tot misbruik van macht in die nieuwe netwerkconstructies die er zijn bedacht waarin het NINSEE is ingebed. Maar door tijdgebrek kan ik daar niet op ingaan. Het is een cliffhanger. U zegt niet dat die vraag gesteld wordt natuurlijk. Dus hou ik het hierbij en dan wil ik met dit plaatje laten zien. I rest my case. Zo zag het eruit in Suriname voor de meesten. En op 1 juli 1863 was wel 65% van de bevolking vrij in Paramaribo, maar de rest was er wel zo aan toe. Dankjewel voor jullie aandacht.
Oké, nog één applaus voor mevrouw Gomez. Simone, ik wil jij naar voren roepen. Dan gaan we de Q&A met jullie doen. Ga jij meer hier staan? Naast... Mevrouw Gomez, ja? Oké, zoals gezegd. Ruimte voor 4 vragen. Kort en bondig formuleren, zodat ze de ruimte hebben om goed antwoord te geven. Wie heeft de eerste vraag? Die cliffhanger hè, van die MeToo, ja. Kunt u daar een beetje over uitweiden? Dat kan ik wel kort. Het is een persoonlijk verhaal. Ik zou ook iets vertellen over manipulatie in het geschiedenisbedrijf. Hè. Dus ik heb alleen maar verteld over de inhoud, maar in het bedrijf. En dan wilde ik mijn eigen verhaal vertellen en dan in het kader van het MeToo, wat je overkomt. Hè. Dus niks seksueels in dit geval, maar misbruik. Ik heb namelijk in 2014 met het Lindsay afgesproken dat ik een symposium over de Arabische slavernij voor hen mocht organiseren. En ik was daarmee aan de slag gegaan. En opeens hebben ze dat na een jaar afgezegd zonder uitleg te geven of zonder verklaring. Ze zijn nergens op ingegaan. Het Lindsay was op dat moment ingebed in een net gevormd Amsterdams slavernijnetwerk. En die is toen mijn symposium gaan organiseren. En wat mij heeft verbaasd, is dat niemand van die mensen die dat hebben georganiseerd, die ik allemaal ken, heeft gewoon aan de bel getrokken bij het Lindsay van dat kun je toch niet maken. En niemand heeft zich ook solidair verklaard met mij van er wordt hier broodroof gepleegd. Het Lindsay was namelijk het wetenschappelijke deel, was ingebed in 3 sectoren. En een van die sectoren was de VU, onze gastheer van vandaag. En bij de VU is dat het onderzoeksinstituut CLU, S-C-L-U-E+. En die lui die hadden net €750.000 subsidie gekregen. En die vonden het toch nodig om mij dit brood uit de mond te steken. En het is mij nooit gelukt om dat op te lossen. Dus ik vermeld het steeds als een voorbeeld van hoe er ook wordt gemanipuleerd. En dat het gewoon door wit en zwart gebruikt in machtsposities. Dat heeft met macht te maken. En verder niet meer helemaal alleen met kleur. Dat wilde ik even zeggen. Heel verhaal. Dank je wel. Oké. Dank u wel. Volgende vraag, mevrouw. Ik ben voorzitter van het Lindsay. Wacht, ik ga dan toch even de microfoon aan u geven. Maar wilt u het wel kort houden? Dus ja. Ik snap dat u moet reageren, maar... Ja, ik kan nu heel zitten graag. Als voorzitter van het Lindsay en dan helemaal niks zeggen op deze kwestie. Want we hebben het ook behandeld. Ik hoor uw verhaal. We hebben er een antwoord op gegeven. Maar ik nodig u uit. Laten we met elkaar in gesprek gaan. Want het beeld dat u hier neerzet is anders dan mijn beeld. Maar het maakt niet uit. Laten we het dan gewoon met elkaar bespreken. Want het raakt me wel dat het op deze manier zou moeten zeggen. U was er toen niet bij. Er zijn nu nieuwe mensen. Ja. En ik vertel dit natuurlijk ook om op deze manier toch te dwingen om Lindsay een moreel standpunt te laten innemen. Dus dit is voor het eerst dat er gesproken gaat worden. Dank je wel. Fijn dat u ook reageert, zodat er in ieder geval toch een mooi succes gekoppeld is aan deze avond, de handreiking die gegeven is. Vraag misschien. Over dus euro-centuur. In de geschiedenis is niet altijd zo geweest. Ik zou u de microfoon geven. Het is natuurlijk niet zo geweest altijd, want ik denk dat vroeger Noord-Afrika was belangrijker dan Europa. Want Europa probeert steeds in te komen en dat konden ze niet. En wanneer is het misverstand ontstaan van de eurocentrie? Historisch besef. De vraag is, wanneer is het historisch besef verschoven? Want vroeger was Afrika belangrijker dan Europa. En zijn vraag is, wanneer is dan het ontstaan van eurocentrisme? Wanneer is het eurocentrisme ontstaan? Er is iets gebeurd, hè, denk ik, historisch. Het eurocentrisme, dat zijn 2 dingen. Het is de Europeanen die de macht in de wereld
hebben gegrepen en de wereld naar haar pijpen laat dansen. En de opvatting dat dat een normale situatie is, dat het ook zo hoort. Die twee dingen zijn ongeveer in dezelfde, zijn tegelijk met die transatlantische slavernij ontstaan aan het eind van de 15e eeuw, toen de, transatlantische slavenhandel begon met Spanje en Portugal. Maar waarom is de drang? Wat zegt u? Waarom de drang? Drang? Van, ik voel het als een drang van de Europa om steeds als de... U vraagt eigenlijk om een verklaring waarom Europa een eurocentrisch beeld oplegt op eigenlijk de hele wereld. Die drang om steeds boven een ander mens te zijn? Is een mooie vraag, maar ik denk helaas dat deze twee dames die vraag ook niet kunnen beantwoorden. Dat is eigenlijk denk ik de grote vraag van waarom dat überhaupt is. Misschien dat Yehudi daar in zijn boekpresentatie aandacht aan besteedt. Wie heeft misschien een vraag voor Simone? Of nog een vraag voor mevrouw Gomez, want ik wil het lijstje heel graag naar mevrouw Gomez. Jawel. Ja, u meneer. Echt waar. Zou u even willen uitweiden weer over die witte helden, want ik heb dat niet zo heel goed begrepen. Ja. Bent u dat nou eens dat die er zijn, of zijn ze er niet? De vraag is, heeft u het verstaan? Ja, ik heb het verstaan. Nou, ik ben in mijn onderzoek geen witte helden tegengekomen. En Maartje Jansen, die in haar boek, die heeft het ook niet over witte helden. En Piet Emmer, die al 20 jaar lang zo bezig is. Dus ik denk dat die witte helden er niet zijn. Maar deze meneer, die zin van hem, misschien zal ik daar dan wel weer even op ingaan. Want hij zegt namelijk verschillende dingen. Heeft u die in uw... Oh ja. Heeft u die in uw document? Ja. Oh ja, hij heeft het namelijk... dat er in een vroeg stadium mensen waren die zich sterk hebben gemaakt voor de afschaffing. Nou, dat klopt helemaal niet. Dat was wel in Engeland, maar niet in Nederland. Want in Amerika en in Frankrijk, hè? En in de kolonie zelf ook. In Nederland waren er wel een paar mensen hier en daar. In een lezing 2 weken geleden heb ik die lui nog genoemd. Er was de dichter Bredero en de Betje Wolf, een schrijfster en zo. Die mensen hebben zich af en toe uitgesproken tegen de slavernij. En dat moet je zo zien zoals wij ons af en toe uitspreken tegen die bankenmafia. Dat maakt ons nog geen... afschaffers en ook nog geen helden. Hè? En deze meneer vergist zich een beetje, want hij zegt ook dat we die witte helden bij naam gaan leren kennen. Hij gaat er dus van uit dat ze er zijn, terwijl er geen enkel bewijs van is. Dus ik denk dat dat onderzoek dat hij gaat laten doen, oh jee, we hebben gewoon geen witte mensen meer nodig om de geschiedenis te vervalsen. Hè? Dat gaan onze eigen mensen wel doen. En verder is het zo dat de mensen die zich voor de afschaffing hebben ingezet, vaak heel onprincipieel waren. Want zoals die baron van Raanders die ik net heb laten zien, hij was een heel vooraanstaand abolitionist. Maar toen zijn dochter met haar slavin Virginie naar Europa kwam, heeft die Virginie, slim als ze was, gezegd, ik ben vrij en de kinderen die uit me geboren worden zijn ook vrij. En wat heeft baron van Raanders gedaan? Hemel en aarde bewogen om ervoor te zorgen dat Virginie toch weer in slavernij kwam. En zo kan ik doorgaan, ze staan allemaal in mijn boek. Dankjewel. Ik krijg het feit dat we nog 2 minuutjes hebben en dus dat betekent 2 vragen en ik heb deze 2 mensen de vraag beloofd. Dus ik kom dan... Als je zo meteen nog steeds een vraag hebt na de pauze, kom ik bij u. Maar eerst deze. Simone. Hi. Heb jij gekregen een petitie aantekenen tegen die verkeerde naam eigenlijk op de straat? Ja, we zijn bezig met een aantal mensen en we gaan ook nog een aantal mensen uitnodigen om een petitie te formuleren. Om te kijken wat is een effectieve manier om daartegen bezwaar te maken. En om ook te kijken wie van de venues, de locaties, die nu heel erg bezig zijn met decolonisatie, zoals een Rijksmuseum en andere musea. Dus vind ik heel hip om te zeggen van we hebben een event over decolonisatie, maar wie van de directeurs van die musea gaat ook daadwerkelijk die petitie ondertekenen? En daar zijn we wel echt benieuwd naar, want het is niet genoeg dat wij kunnen wel komen en een kaartje halen en zorgen dat je hele tent gevuld is met mensen. Maar een museum als het Rijksmuseum die een goede hoop tentoonstelling produceert, als we in bezwaar gaan tegen een Paul Krugerplein, tekent dan de directeur van het Rijksmuseum ook
voor het hernoemen van het Balkurenplein. We zijn benieuwd. Okay, we hebben... Ja, ja. Dat gaat het stemmen. Ook, maar ik vind dat zij ook mee moet stemmen. Ja. We hebben een laatste vraag hier zo. We hebben een laatste vraag. Hi, ook voor Simone. Ik ben een van die mensen die dus wel naar al die foute instituten gaat geregeld. Ik ben heel benieuwd, omdat je er heel erg mee bezig bent, nog hartstikke goed, hoe de dialoog is met de mensen daar. Ik wil weer mee in gesprek. Wat zeggen ze terug? Dus als je praat over het Amsterdam Museum, als je praat over wat gebeurt er in de interactie als je met deze dingen komt? Hoe ver gaan ze in daar echt over in dialoog gaan met jezelf? Er wordt heel veel niet veranderd. Dat is hoe ver ze in gaan. En ik vind ook niet dat alles een dialoog hoeft te zijn. Ik vind dat er heel veel wordt aangeboden als, ik weet niet welke venue het was, ik wil zeggen de Rode Hoed, maar ik weet niet zeker, die een evenement heeft georganiseerd met de vraag, mogen we je N-woord noemen? Als reactie op het feit dat wij zeggen, je moet ons geen N-woord noemen. Dat is voor mij dialoog. Dialoog betekent zoveel onderhandeling over mijn menselijkheid en ik heb daar niet altijd zin in. Nee. Dus als ik nu aan het museum aangeef, ik wil niet dat iemand tot slaaf gemaakt wordt afgebeeld met een ketting om zijn nek. De dialoog, wat zou de dialoog zijn? Dat iemand zegt, ik vind het minder erg, maakt me niet uit. Maar daar ben ik het super met je eens, hè? Maar de vraag is, op het moment dat je dat dus zegt, komt er iets terug? Komt er een reactie? Niet altijd, het hangt vanaf met hoeveel mensen je het aangeeft. Het hangt er ook vanaf op welke manier je het aangeeft. Soms wil een museum wel iets aanpassen en soms is het dat daar 50 jaar voor nodig is. En dat heeft er denk ik deels mee te maken doordat we, ik maak mezelf er ook af en toe schuldig aan, doordat we toch naar een venue toe blijven gaan. Nu boycott ik de Bali met alles wat ik in me heb. Maar op een andere locatie, als er iemand is die heel tof is, die ik wel wil zien en die nergens anders komt, dan snap ik dat je zegt, ik ga toch naar een Bali. Maar misschien luistert dan Bali met een Joeri Albers die zegt van we moeten, weet je, wie ben jij om ergens in een ander land of straat te hernoemen? Misschien moeten we een keertje allemaal naar de Bali gaan. Ja. En kijken wat er dan gebeurt. Wij hebben toen trouwens, de oprichters van Black Lives Matter, we zijn toen bijgehaald door de Bali omdat ze de zaal niet vol kregen met tussen aanhalingstekens de juiste mensen. Dus wij hebben het er toen als tegengeluid gevraagd om nog 3 dagen met hun op pad te gaan. En we hebben ze onder andere gebracht bij Vereniging Ons Suriname. Ja. Dus... En dat was geweldig. Ja, precies, dat was geweldig. Okay. Maar Joeri Albrecht is trash, yes. Never forget. Mooi gesproken. Ik wil nogmaals een applaus voor Patty Bowen. Oké, we hebben een verrassing op het programma. We willen jullie kennis laten maken met een van de grootste talenten van dit moment die echt jullie steun nodig heeft. Ik roep naar voren. Yakini Wisseling. Jij bent finalist, VN jongerenvertegenwoordiger. Je krijgt 3 minuten de tijd om al deze mensen, ongeveer 160 man en vrouw en personen, te overtuigen waarom ze op jou moeten stemmen. Nou, goedemiddag. Bedankt dat ik hier even mag spreken. Ik ben dus Yakini, ik ben net 18 jaar, ik ben net klaar met de middelbare school. En ik studeer momenteel pedagogische wetenschappen en onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. En daarnaast sta ik in de finale om jongerenvertegenwoordiger te worden in de Verenigde Naties. Dus dan zal ik mogen spreken tijdens de algemene vergadering bijvoorbeeld. Maar ook om de tafel zitten met het ministerie en kijken van, hey, wat vinden jongeren nou? En een soort van de brug vormen tussen jongeren en nationale en internationale politiek. En waarin ik mij heel erg onderscheid van mijn tegenstander, is dat ik mij heel erg uitspreek over bepaalde thema's. En dat is voor mij diversiteit en inclusiviteit. En de hoe daarin is voor mij heel erg het onderwijs. Als je bijvoorbeeld kijkt naar heel veel problemen die nu in de samenleving spelen, zoals bijvoorbeeld polarisatie, dat is gewoon voornamelijk gebaseerd op onwetendheid en een gebrek aan positieve interacties. Als je gewoon of naar scholen gaat en mensen veel meer leert over wat is nou een mediaframe bijvoorbeeld. Waar komen verschillende religies vandaan? En ook bijvoorbeeld over het slavernijverleden en vooral wat voor erfenis heeft het nu in onze samenleving. Als je zo meer aandacht geeft aan onderwijs, kan je al veel meer problemen in onze samenleving gewoon heel erg verminderen. Ik heb me hier ook heel erg over uitgesproken in verschillende media. En dat is me ook niet altijd in dank afgenomen. Vooral omdat wanneer het gaat over diversiteit en vooral als een gekleurd persoon, mensen er heel erg snel van uitgaan dat je het alleen hebt over je eigen belang, namelijk je eigen kleur. En ik kan niet genoeg benadrukken, inclusiviteit gaat ons allemaal aan, ongeacht afkomst, religie, seksen, leeftijd. Inclusiviteit gaat ons allemaal aan en we moeten het ook allemaal samen veranderen.
Nu sta ik dus in de finale en moet ik ongeveer 8000 stemmen binnenhalen in één week. Ik heb nu nog maar 4 dagen. Maar als jullie het met mij eens zijn, mijn ideeën, mijn standpunten, zou het heel erg helpen om op mij te stemmen via www.jongerenvertegenwoordigers.nl. Ik, top. En verder heb ik zelf ook nog flyers bij me en kaartjes. Dus kom vooral zo naar me toe in de pauze. En hopelijk krijgen zo niet alleen ik, maar wij allemaal een stem in de Verenigde Naties. Dus, volgens mij, zijn jullie overtuigd? Ja! Gaan jullie stemmen? Ja! Ga naar haar toe voor de flyer, voor de informatie. Ga met haar op de foto. Zet het op Facebook, Twitter, Insta. Maak een Snapchat. Doe iets om deze dame de VRD te krijgen. Goed? Ja. Nog 1 applaus voor de finisje. Oké, dan hebben we 10 minuten pauze. We stellen voor om het ook echt niet langer te maken, zodat we heel snel naar de boekpresentatie kunnen van Yehudi. Tot zometeen. En dan gaan we beginnen, want waar we eigenlijk voor gekomen zijn met z'n allen is de boekpresentatie. Boekpresentatie van niemand minder dan Yehudi. Ik kan hem introduceren op heel veel verschillende manieren, maar de meeste van jullie kennen hem al. Hij heeft een boek geschreven waarvan ik denk de meesten het al gekocht hebben en na de pauze, als jullie het nog niet gedaan hebben, nog even overtuigd moeten worden, het alsnog gaan kopen. Wat kan ik zeggen? Hij gaat alles behandelen in zijn presentatie. Ik wil gewoon een hartelijk applaus voor Yehudi. Ja, goedenavond dames en heren. Oké, ik heb dus verschillende boeken geschreven. Onder andere deze dus. Blijft niet aan hoor. Ja, is het aan toch? Ja. Oké. Ik heb dus verschillende boeken geschreven dus. Onder andere deze, dus het was de andere kant van het verhaal. Het gaat over terminologie, het gaat over dus die zwarte mensen opgelicht is. Dus bepaalde termen die ze voor zwarte mensen gebruiken. Oneigenlijke termen, oneigenlijke betekenissen. Worden dus gebruikt met zwarte mensen dus zeg maar te ontmenselijken. En dat hebben we dus op gewezen in dit boek dus. Andere waar het is zwarte diamanten en parels. Dat gaat over de oudheid, persoonlijkheden uit de oudheid, maar eigenlijk ook over de zwarte beschavingen uit de oudheid in het algemeen. Het gaat onder andere over koningin Hatshepsut van Egypte, de Kandakus, de Ethiopische koninginnen. Het gaat over Imhotep, het eerste meervoudige genie in de wereld. In de zee over Dr. Seram Tadjob, noem maar op. Een ander boek, het gaat over zwarte uitkende wetenschappers. Want heel veel dingen die we om ons heen zien, dagelijks, hebben zwarte mensen uitgevonden. Alleen er wordt vaak geen rugbreid aangegeven. Het beeld is dat alle dingen die we om ons heen zien, de witte mensen uitgevonden. Dat is een onjuist beeld, dus ook in de moderne tijd. Hebben zwarte mensen dus heel veel spectaculaire uitvindingen gedaan. En waar onder andere jeugd inspiratie uit kan ontlenen. Dit is weer een ander boek. Dat heet De andere kant van het verhaal. De gouden tijden van Afrika. Dat gaat over de beschavingen van Afrika. Voor de kolonisatie van het continent. Voor de slavernij. Het gaat over de beschavingen van de Nijlvallei, van Egypte. Het gaat over de beschavingen van West-Afrika, zoals Ghana, Mali, Songhai. Beschavingen van Oost-Afrika, zoals Ethiopië, Nubië, de Swahili. Het gaat ook over de mooiste overheersing van Spanje. En het gaat ook over de aanwezigheid van Afrikanen in de Amerika's, lang voor Columbus. Nou, nog een ander deel 2. Black Scientists and Inventors. Moet ook in Engels vertaald. In ieder geval, er zijn een aantal uitvinders van de Afrikaanse komaf die zeker bekendheid hebben onder een bepaald publiek. Maar je hebt inmiddels nog veel meer uitvinders
met een donkere huidskleur, maar die zijn minder bekend. Een aantal, en ook vrouwen, en ja, een aantal van die mensen worden deze dit boek dus belicht, zeg maar. En weer een ander boek, heet Black Women Scientists and Inventors. Als boek nog in het Engels uitgegeven, met mijn collega Michael Williams uit Londen. Het gaat speciaal over zwarte vrouwelijke uitvinders, want de rol van de zwarte vrouw als uitvinder wetenschapper is helemaal onderbelicht. Dat boek wordt dus belicht. Het boek wordt ook gebruikt in Engeland op scholen, als lesstof. Weer een ander boek, het heet Gezegend en Vervloekt. Het gaat over de geschiedenis van de zwarte mens, van het begin van de beschaving tot het heden. Het gaat over de beschavingen van Egypte, Mesopotamië, India. Het gaat ook over de oorsprong van de koloniale imperia, waar het begonnen is. Het gaat over het verzet van de slavernij. Slavernij, dat was een, dus een vriendelijk iets. Wat minder bekend is dat zwarte mensen tegen de slavernij zeg maar gestreden hebben. Je ziet op alle mogelijke manieren. Dat is minder bekend. Het beeld is een beetje dat zwarte mensen in de lot hebben berust in de slavernij. Maar dat is een onjuist beeld. Er waren overal opstanden. De spectaculairste opstand, die van Haiti, eind 18e eeuw. Maar er waren overal waren opstanden. Dat is het boek onder andere belicht. Het gaat over de situatie na de slavernij. Het gaat over een aantal zwarte leiders en zeg maar wijsgeren. Tot op de heden, zeg maar. Dus een ander boek. Het gaat ook over racisme in Nederland, de VOC-mentaliteit, wat het inhoudt, waar het naartoe gaat, waar het vandaan komt. Een ander boek gaat over Malcolm X, een belangrijke zwarte leider. Hij was eertijds een aantal jaren was hij, zeg maar, overleden. De kader hebben dat boek dus ook geschreven dus, over Malcolm X. Wat was hij toen en later, zijn leven, zijn leg, zijn erfenis en alles. En dit boek, dat publiceren we dus vanavond, dat heet Bodenzacht en Flinterdun, de ontmaskering van eurocentrisme. Maar goed, een boek toegekomen. Het beeld is dus, dat er geschreven wordt dus door de westerse academische wereld, dat zeg maar de Griekse beschaving de hoogste beschaving ooit was, met alle beschavingen nadien. Daar op voortgeborduurd hebben. Het op beïnvloed zijn, fundamenteel. En dat zeg maar de zwarte mensen, de Afrikaanse volkeren, geen bijdrage geleverd hebben aan de beschaving als zodanig. Dat is dus een zeer onjuist beeld dus. Gebleken is namelijk dat de oudste beschaving ooit in Nubië ligt. Tegenwoordig is het uit Egypte. Je moet goed begrijpen, hè? In de 60e jaren werd de Aswandam gebouwd in Egypte. En nadien hadden niet meer kunnen worden gegraven door archeologen in dat gebied. Er zijn uit de hele wereld dus teams gekomen van archeologen om daar te gaan graven. Of als laatste kans. Toen heeft meneer Kitsil, een bekende archeoloog, een Egyptoloog, heeft dus ontdekt dus dat zeg maar de Nubische beschaving de oudste beschaving ooit is. Of ouder is dan de Egyptische beschaving. Maar die meneer Kitsil had zijn hele leven lang boeken geschreven dat de Egypte, dat de Nubiërs niet nietige beschaving hadden en pas belangrijk werden toen de Egyptische beschaving over het hoogtepunt heen was. Heeft hij carrière opgebouwd. Dus eigenlijk dat hij vindt dus in Nubië vindt hij een beschaving, vindt hij dus een bewijs van een beschaving die ouder is van de Egyptische beschaving. Dus de hele theorie die hij ontwikkeld had was op de kop gezet. Nou, die man heeft zijn hele leven lang het boek, die ontdekking van hem verzwegen aan het publiek. Zijn hele leven lang. Na zijn dood heeft zijn assistent, meneer Bruce Williams, een wereldkundige gemaakt. Dat was 79. In ieder geval, in de New York Times stond dus een artikel dus in 79, 1 maart, dat de Nubische beschaving de oudste beschaving ooit was. Dus er wordt dus duidelijk inderdaad bewijsmateriaal gewoon verdoezeld door egyptologen, Egyptologen, archeologen, noem maar op. Dat is blijkt dat de Afrikaanse beschaving inderdaad heel oud is. Dit is een beeld van Menes.
dat is zeg maar de eerste farao van Egypte. En zijn gelaatstrekken teken boekdelen. Om terug te komen dus. Wij zeggen in ieder geval, bewezen ze dat Egyptenaren inderdaad zwarte mensen waren met donkerbruin huis en kroeshaar. Er wordt dus gedaan dus dat wij dit gewoon verzonnen hebben. Dat we iets uit de duim gezogen hebben. Dat wordt helemaal gepresenteerd. Ook door de heer Boter Plinterman, die docent en de professoren aan de VU. Die we proberen te doen voorkomen alsof wij verzonnen hebben dat Egyptenaren zwarte mensen waren. Integendeel is waar, er is gewoon keihard bewijs voor. Zegt die categorieën van bewijs zijn er, maar het blijkt dat Egyptenaren inderdaad zwarte Afrikanen waren. En dat kun je hierboven dus zien. Maar goed, uit de kunst van Egyptenaren blijkt ook dat het inderdaad zwarte Afrikanen waren. Bijvoorbeeld een model van een groep Egyptische soldaten. Hier Egyptische ambachtslieden aan het werk. Hier nog een kunstuiting. Dit is een afbeelding van koningin Tiye. Koningin Tiye wordt van gedacht dat zeg maar, de moeder was van Akhenaton en Toetanchamon en Spenkei. Dus ze was zelf geen hoofdgemalin, of hooggemalin, maar achter dat schermen had ze zeg maar, de touw in handen. Onder andere de zijde van koning Akhenaton. Toen die had het land zeg maar, een beetje verzwakt door zijn politiek. En achter het schermen had zij de macht in handen in die periode dus. Dat is een hele machtige, belangrijke koningin, dus om verschillende redenen. Hier een nieuwschildering, waarin het haar van koningin van prinses Kemsit wordt behandeld. Kijk goed naar het haar van koningin van prinses Kemsit. Kijk goed, kijk heel goed. Ik zeg verder niks. Dat heb ik ook gezien. Hier is een muurschildering uit de grafstombe van Farao Ramses III. In ieder geval, dit is een hele interessante muurschildering. Figuur A is de Egyptenaar zoals hij ze zelf zag. Figuur B is de Indo-Europeaan. Figuur C is de Nubiër. En figuur C is zeg maar de West-Aziaten, de Semieten. Nou ja, kijk naar figuur A, kijk naar figuur C. Hoe ze eruit zien, hoe ze afgebeeld zijn. Maar goed, het mag niet baten. Die Boter en Plinterman leren dus dat Egyptenaren en Nubiërs verschillende rassen waren. Onder andere, dit is het bewijs daarvoor dus. Propaganda. We zien dus zeg maar Toetanchamon, die zal hier dus zeg maar nu weer betrappen in een afbeelding. Die hebben ze als bewijs gebruikt om aan te tonen dat Egyptenaren en Nubiërs verschillende rassen waren. Sterker nog, ze zeggen weer dus, de Egyptenaren waren racisten. Ze zijn een hele klas zwarte Afrikanen. Dat is hier het bewijs voor. Maar goed, dat zal we gaan redeneren. Dus bij de oorlog tussen Egypte en Nubia, maar goed. Dat zijn de Engelsen en Duitsers ook verschillende rassen, sommige redeneren, Engelsen en Duitsers. Dus oorlogsbegaan van Duitsland of in Engeland met de Eerste Wereldoorlog. Dus zo op deze manier, wat leren de Engelsen en de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog. Liberty Bonds, Fight the Huns. Weer een andere. Kijk deze. Als aap afgebeeld, dus Engels en Duitsers, of ze elkaar afbeelden dus, in de Eerste Wereldoorlog. Dus dat is zo redenerend. We kunnen ook zeggen dus, dat die Europese volk ook verschillende rassen waren. Dat we logica gewoon toepassen. Op dezelfde manier. Maar goed, voor het volgende punt. We hebben ook beweerd dat de Griekse beschaving een witte beschaving was. En daar kunnen we ook over twijfelen of het echt waar is. Waren de Grieken ook echt wit? Bewijzen zijn er niet, er zijn kunstwerken gevonden.
Want het blijkt uit Egypte dat er ook zwarte mensen in Griekenland wonen. Onder andere een beeld van Socrates. Kijk hoe dat zijn gelaatstrekken. Zwarte geleerden hebben dus heel lang tegen deze Eurocentrische manier van denken geageerd. Onder meer dokter Serhat Tadjob. Hij heeft veel boeken geschreven. Hij heeft aangetoond wetenschappelijk dat Egyptenaren zwarte mensen waren. Op alle mogelijke manieren. Hij was Egyptoloog, linguist, econoom, noem maar op. Een hele reeks van academische studies had hij op zijn naam staan. Maar goed, hij heeft in ieder geval een test uitgevonden. Waarmee hij exact het percentage melanine in de huid van de mummies kon meten. Dus geen discussie meer. Hij ging echt meten dus, de melanine in de huid van mummies. En alle mummies die hij gemeten had, had een percentage melanine in de huid dat alleen voorkomt bij zwarte Afrikanen. Nadien zien we dat over de hele wereld, op allerlei mummies, de huid weggehaald is. Dus met andere woorden, witte professoren hebben over de hele wereld dus diezelfde test gedaan. Op resultaten hoort helemaal niks. Om verklaarbare redenen. Een andere belangrijke geleerde was George E.M. James. Hij schreef een boek genaamd Stolen Legacy. In 1954. Een klassicus was hij. Hij kende Grieks en Latijn, kende hij. Wiskundige, noem maar op, filosoof. Maar goed, hij ging dus onderzoek doen en kwam erachter dat de Grieken hun filosofie, hun wijsbegeerte, hun wetenschap, gestolen hadden van de Egyptenaren. Hij schreef dus een boek in de tijd in 1954, dat de witte wereld van de academie woedend gemaakt heeft. Stolen Legacy, dat de Grieken hun beschaving, hun wijsbegeerte gestolen hebben van de Egyptenaren. Dat, nou ja, je kunt niet begrijpen hoe het men was in de academische wereld. Nog steeds met mijn woede erop, op dit boek. In ieder geval, hij wordt bekend nog steeds tot dag vandaag. En Mali, ik weet niet of ze er is vanavond. Die had zeg maar tegen het doen van meneer Doltrup nog geageerd. En ze had onder andere, als ze verwezen naar het boek van George E.M. James. En ook met het... op een soort van via de hoede gereageerd op zeg maar Emily, omdat ze dit boek durfde aan te halen. Een andere belangrijke geleerde was J.A. Rogers, die er onder meer op gewezen heeft dat verschillende belangrijke figuren uit de oudheid een donkere huidskleur hadden. Zoals Hannibal, Cleopatra, ook een aantal Griekse belangrijke mensen, die zwarte mensen waren. Ook om die reden wordt hij ook verguisd door het Eurocentrische establishment. Een andere belangrijke geleerde is Molivi Asante. Hij is een ideoloog van het Afrocentriciteit. Hij heeft die term Afrocentriciteit, Afrocentricity, gepopulariseerd. Het concept bestond in principe al, maar hij heeft die term als zodanig gepopulariseerd. Hij heeft ook voor gezorgd dat zeg maar, op in Philadelphia Temple, dat daar zeg maar, tegenwoordig een curriculum is, dat zeg maar, de geschiedenis van Afrika zeg maar, vanuit de Afrika perspectief doseert. We hebben nog een andere witte geleerde, dat heet Martin Bonnell. Hij heeft een boek geschreven, dat heet Black Athena. Hij zeg maar, beweert dat de Griekse beschaving oorspronkelijk gevestigd is door Egyptenaren en Feniciërs. Het ook de woede opgewekt van het Eurocentrische establishment. Het heeft veel discussie opgewekt, hij heeft veel mensen tegen zich gekregen, ook medestanders. Maar goed, het heeft jarenlang zeg maar, een discussie op gang gebracht in de academische wereld. En het heeft ook, nou ja, in zekere zin over het denken over Griekenland veranderd, uiteindelijk. Maar hij kent te veel eer. Moet ik wel zeggen, omdat hij deed, is al lang naar voren gebracht met zwarte geleerden. Omdat hij wit is, wordt hij naar voren gebracht als een soort van savior. Dat hij dingen naar voren brengt die al lang naar voren waren gebracht door zwarte geleerden. Nou ja, moet je goed begrijpen, hè? Als je dat natuurlijk naar buiten brengt, op een gegeven moment, als je meer bekendheid gaat krijgen, komt er een reactie. Dus over het aardig gestudeerdheid is op een gegeven moment een reactie gekomen van het Eurocentrische establishment.
om te beginnen bij meneer Didier de Sosa. Dat was dus een meneer die als eerste zeg maar, artikelen ging schrijven. Toen hij zeg maar, uit presenteerdheid zeg maar, onderuit probeerde te halen. Maar goed, nadien is er veel meer gekomen. Onder meer mevrouw Mary Letkowitz. Mary Letkowitz heeft een carrière gemaakt in zeg maar, het bestje van uitgangspresenteerdheid. Daar is haar hele carrière op gebaseerd. Het is drie boeken geschreven, waarin ze het onderuit probeert te halen met oneigenlijke argumenten. Die argumenten van haar een eigen leven gaan leiden. Ze heeft veel dingen dus beweerd die gewoon, nou ja, uiteindelijk als je het gaat analyseren, niet kloppen. En die dingen, die beweringen van haar, overgenomen door de professoren van de VU. Die hebben al haar geen argumenten overgenomen, die hebben ze dus gebruikt, onder andere om ons aan te vallen. Toen nog wel veel over, maar goed, dat hebben ze wel gedaan. Ook op internet zijn de laatste tijd, dus veel, op een langere tijd eigenlijk, veel artikelen verschenen. Waarin ze zeg maar onderuit proberen te halen met behulp van de argumenten van Lefkowitz. Er zijn meer mensen geweest, maar zij is zeg maar degene geweest die de belangrijkste bijdrage geleverd heeft aan het bestje van FLCCT. Drie boeken, zoals Not Out of Africa heeft ze geschreven. Een ander boek met, Guy Rogers, een collega van haar. Dat heet Pepperkina Revisited, waarin ze Martin Bernal specifiek onderuit probeert te halen. En nog een ander boek, nog een derde boek, meer op haar persoonlijk. En dan probeert ze ook zeg maar, hetzelfde argument die ze eerder had gebruikt, te gebruiken om zeg maar, de geschiedenis van de zwarte mens onderuit te halen op alle mogelijke manieren. En ze is heel beroemd geworden, ze heeft media-aandacht gehad, noem maar op, televisie geweest, noem maar op. En ze is ook ruim gefinancierd door bepaalde instellingen, bepaalde denktanks, die conservatief zijn. Daarna is ruim voorzien in fondsen. Media hebben daar aandacht gekregen, op die manier is het heel groot geworden. Op die manier heeft ze ook een bepaalde aandacht gekregen dus. Op een korte manier gebruikt, dus wat ik eerder aangaf, om zeg maar, de argumenten die er zijn, om zeg maar, de geschiedenis van Afrika te doseren op een manier die zeg maar, recht doet aan de waarheid, om het onderuit te halen. Maar je hebt meer, je hebt ook Dr. Hou bijvoorbeeld, Stefan Hou is ook een andere zo'n geleerde die het gedaan heeft. Je hebt ook een aantal spartigen die er ook mee gedaan hebben. Er is een aantal, het zal een hele literatuur ontstaan op een gegeven moment, die zeg maar, belegd voor iets spoedsporen is getreden. In Nederland is het tot voor kort vrij onbekend gebleven, Afrikaanse gesenteerdheid. Maar ook hier heb je dus een groep van geleerden die het aan proberen te vallen. Onder andere aan de VU dus. Heb je een aantal geleerden zoals professor Boter en dokter Flinterman. Die zeg maar carrière proberen te maken met aanvallen van Afrikaanse gesenteerdheid. Onder andere dokter Flinterman heeft verschillende artikelen geschreven de laatste paar jaar om het aan te vallen. Onder andere tijd van geschiedenis heeft hij een boekje geschreven en van zo'n weer twee artikelen geschreven en een vakbak voor de klassici, de Lampas. En hij gaat ook een keer op de sociale media. Uiteindelijk is het gewoon, werd het gewoon tijd uiteindelijk om weerwoord te verschaffen en al die argumenten het eigen leven gingen leiden. Dus vandaar dat we het boek geschreven hebben, dat vandaag wordt gepubliceerd, Boter van de Flinterdun. Refereert aan professor Boter, dokter Flinterman. Op de argumenten zijn Boter van de Flinterdun. Dit is het boek dan dus, hè? Het refereert aan alle eindelijke argumenten van Lefkowitz, Boter, Flinterman, dokter Stefan Hou, dokter Frank Snowden, noem maar op. Allemaal komen ze aan beurt. Het gaat over de oorsprong van Afrikaanse gesenteerdheid. Het gaat over de Afrikaanse oorsprong van de beschaving. Dat zijn de argumenten voor, dat zijn de argumenten tegen die gebruikt worden. Het gaat over de oorsprong van Griekenland. Was Griekenland echt de oorsprong van de westerse beschaving? Op zichzelf Griekenland. Het gaat ook over inderdaad, in hoeverre hebben de Grieken zeg maar hun wijsheid, hun wijsbegrip, zeg maar, ontnomen van de Egyptenaren. Compleet aan de Egyptenaren, in hoeverre is het geval? Want hebben zeg maar, hoe heet die mensen allemaal?
Thales, Socrates, Plato, Archimedes, Democritus, Hippocrates. Het is allemaal een idee zelf bedacht. Of hebben ze ideeën waar ze beroemd mee geworden zijn, ontleend aan Egypte. In ieder geval, wat bijna voor het proberen te brengen, is dat in ieder geval de Griekse wijsgeren, waar we op school over leren, hoe ze ook allemaal mogen heten, dat ze al hun kennis ontleend hebben, grotendeels uit Egypte. We gaan ook behandelen dus geschiedenis, hoe die geïnterpreteerd wordt, om zeg maar, hoe noem je dat, status quo zeg maar te legitimeren, et cetera. Dit boek behandelt het hele palet dus van Eurocentrisme, waar het vandaan komt, waar het toe gaat en hoe het zeg maar probeert status quo te bestendigen. Oké, dank u wel. Oké, nog één applaus voor Djehouti. We hebben nog een spreker voor jullie en die hebben we gevraagd om een reactie te geven op het boek. En daarnaast wederom ruimte voor een Q&A. Ik wil graag naar voren roepen, onder andere historicus, docent, schrijver, onderzoeker, de heer Senju Hira. Oké, dank u wel. Goedenavond iedereen. Ik wil Djehouti en de hele gemeenschap feliciteren met deze uitgave. Ik heb het boek gelezen en alle argumenten die toen in het debat zijn geweest tussen Boter, Flinterman en Djehouti en mij, 2015 was dat. En de argumenten die daarna zijn gekomen zijn uitgebreid behandeld in dat boek. En om de betekenis van Djehouti's werk aan te duiden, wil ik dat doen aan de hand van een studie dat binnenkort uitkomt en die door Stephen Small is verricht. Die wordt volgende maand gepresenteerd. En Stephen legt dat beter uit dan ik kan doen. Die kijken. Er is een link in. Kun je me even helpen met die link? Hij pakt hem niet. Even dus wat Steven zegt: kennisproductie, zoals wij die gewend zijn, vindt niet alleen plaats op de universiteit. De kennis die de universiteiten produceren, hebben wij nu gezien, is koloniale kennis. En de manier waarop die kennis is gekoloniseerd, dat wil ik, ga ik aantonen aan de hand van het begrip concept. Maar laten we eerst kijken of we... Oké, anders vertel ik het maar zo. Dus wat Steven zegt, Steven heeft in zijn studie naar Black Europe, dus naar de Afrikaanse aanwezigheid in Europa, ziet hij net zulke figuren zoals in Djehouti in Nederland, heb je in andere landen ook. En buiten de universiteiten. En wat zij doen, zij produceren concepten, niet beschrijvingen. Het gaat niet om de feiten, die feiten kennen we, het gaat om de analyse. Om die feiten te kunnen om die feiten te kunnen plaatsen in een kader, dan moet je concepten hebben, zoals een van die concepten is amnesia, geheugenverlies. En wat betekent dat concept? Is dat in de beschrijving van de geschiedenis laat je bewust feiten weg. Die feiten laat je weg. Informatie laat je weg, zodat in ons geheugen een ander beeld ontstaat dan als je die feiten wel zou kennen. En een van die feiten is het verhaal wat Djehouti vertelt, namelijk dat de Griekse wetenschap haar oorsprong vindt in Zwart-Afrika. Als je dat weet, dan zeg je dat de bakermat van de Europese beschaving ligt in Afrika. Als je die feiten niet kent en denkt
dat de Griekse beschaving autonoom aan haar kennis is gekomen, dan zou je zeggen, de bakermat van de Griekse beschaving, van de Europese beschaving, ligt in Griekenland, die dan nodig is, benen gezien wordt als een witte beschaving, wat ook niet eens klopt. Dus geheugenverlies, het bestrijden van geheugenverlies is belangrijk. Het werk dat NUC en veel andere activisten doen door de feiten over zwart verzet naar boven te brengen, die feiten zijn belangrijk. Het is een nieuwe herschrijving van geschiedenis. Met die feiten komen ook concepten. Ik ga twee van die concepten behandelen. Wat ik gezien heb de laatste tijd, is het concept van gedeeld verleden. En dat zie je in tentoonstellingen. En je moet je afvragen, wie heeft dit bedacht? Dat een misdaad gedeeld kan worden. Wie heeft bedacht dat als een man een vrouw verkracht, wie zal bedacht hebben, we hebben een gedeeld verleden uit die verkrachting. Het zal niet die vrouw zijn geweest. Het moet die man zijn geweest. Die komt met het idee dat een misdaad gedeeld kan worden. Dus als je dat concept hebt, en iemand komt met gedeeld verleden, dan weet je dat je dan in opstand moet komen en zeggen, dit is onzin in het kwadraat. Je kunt niet een misdaad delen. En daarmee het onderscheid tussen een misdadiger en slachtoffer weghalen. Dit is niet een kwestie van feiten. Dit is een kwestie van analyse. Je kunt nog zoveel feiten hebben gelezen. Als je de analyse niet hebt, kom je niet op dit concept. Ik ga een ander voorbeeld geven. Dat is het concept van de onbeschaafde afschaffing van slavernij. Dat concept hanteren we niet, gebruiken we niet. We gebruiken het concept van de afschaffing van slavernij. En te doen voorkomen alsof het een geweldig ding was. Dus daarom praten de Engelsen en is dat gesprek over witte helden. Maar Colin, ik zeg, als je een mes 20 centimeter in mijn rug duwt en je haalt het 10 centimeter terug, dan ben je geen held. Dan zijn we je niet dankbaar. En de afschaffing van de slavernij was het terughalen 10 centimeter van een mes die 20 centimeter in je rug was geschoren. Dus daarom, dit heeft niet te maken met feiten. Het heeft te maken met hoeveel mensen een petitie hebben ondertekend. Want die petitie die ondertekend is, heeft niet gebracht reparaties voor de misdaad die is gepleegd. Die heeft niet gebracht een einde aan racisme. Die heeft niet gebracht een einde aan de bezetting. Die heeft niet gebracht een einde aan de inhumane behandeling. Dus de afschaffing van slavernij was niet zo'n geweldig ding waar we trots op moeten zijn. Het was een stukje in een strijd van de mensheid voor gerechtigheid. Dus de discussie over afschaffing van de slavernij moet gaan over de vraag hoe onbeschaafd was het. Want de beschaafde vorm zou beginnen met excuses aan te bieden. Het zou beginnen met niet de misdadiger een compensatie te geven, maar het slachtoffer een compensatie te geven. Dat is een beschaafde vorm van afschaffing van slavernij. Het zou beginnen te erkennen dat de wortel van racisme zit in de manier waarop slavernij de ideologie van de westerse wetenschap heeft bepaald. En tot vandaag de dag nog heeft bepaald. Dus de discussie over afschaffing van slavernij gaat niet om het tellen van de aantal petities die in Nederland zijn geweest of niet zijn geweest. Het gaat niet om de feiten. Het gaat om de concepten. Het gaat om de analyse. Als je analyseert, als je kijkt, dan kun je niet slavernij loszien van kolonialisme. Je moet daarom ook de verbindingen leggen tussen slavernij en andere vorm van kolonialisme. En ik wil één vorm van kolonialisme behandelen, dat is van Indonesië. Omdat ik vorige week was ik op een bijeenkomst. Er is een onderzoek, 4,3 miljoen gaan ze uitgeven. En Gert Oost-Indië, die een bekende van ons is uit de slavernijgeschiedenis, gaat dat project bij Indonesië leiden. En dat project gaat over de vraag of er tijdens de zogenaamde politieke actie, wat de vuile oorlog was, of er sprake was van extreem geweld. Een groter idioot concept bestaat niet. Want wat is extreem geweld als je niet praat over normaal geweld? Wat is normaal geweld? He? Dus dit is conceptueel, is het onzinnig. En Jeffrey Pondach, die
gaf me dit verhaal dat ik niet kende, dat Indonesië herstelbetalingen heeft gedaan aan Nederland. Ja. En die herstelbetalingen, die zijn gedaan tussen 1956. Hebben de Indonesiërs 4,5 miljard moeten betalen. Het laatste jaar hebben ze geweigerd te betalen. Ze hebben 4 miljard betaald. Drees wilde 2 miljard extra, want dat waren de kosten van die politionele actie. En de Amerikanen, onder wiens druk de Indonesiërs dit gedaan hebben, die Amerikanen vonden dat ook te gortig. De Indonesiërs hebben dat bedrag betaald en dat was meer dan de Marshallhulp die 1,1 miljard was, die nota bene in de vorm van een lening was. Dus wat dit ding je vertelt, als wij geschiedenis willen beschrijven en je wil kijken naar hoe de Nederlanders zijn opgetreden in Suriname, is het goed om te kijken hoe ze zijn opgetreden in andere koloniën om daarvan te leren. Dit soort kennis wordt niet geproduceerd in de universiteit. Niet in de VU, niet in de UvA, niet in de Leiden Universiteit, niet in de universiteiten van Nederland, Amerika. Het wordt geproduceerd buiten de universiteiten. Daarom is het belangrijk dat om dit te blijven produceren, moet je mensen hebben als Yehudi. En je moet mensen hebben als Emali Aponsa. Die durven in de klas, weet je wat een guts je moet hebben? Om in de klas tegen je docenten te zeggen, volgens mij verkondig je onzin. Want hier heb ik een boek. En die zegt dat niet klopt is wat je zegt. En dan zegt die man tegen jou, nee, jij bent niet goed wijs. En dan zeg je, weet je wat, ik ga andere mensen van buiten halen om met je in debat te treden. En dat doe je ook nog. Ja, gebeurt het wel. Het voelt je prachtig. Maar wij moeten de Emali Aponsas creëren de komende tijd. Er zijn er veel te weinig, want waar is haar voorbeeld, waar heeft het navolging gevonden in de rest van de universiteiten in Nederland? Nergens. Sinds dat initiatief van 2 jaar geleden is niemand ergens anders opgestaan bij culturele antropologie, bij economie, bij filosofie, bij geschiedenis, om te zeggen wat Emali gedaan heeft, gaan wij nu ook doen. Dat kan alleen als je begint aan kadervorming te werken, waarin je mensen traint om conceptueel te denken. Om te leren dat het niet gaat om de feiten alleen, maar het gaat om de feiten met een theoretisch raamwerk die kan leren begrijpen wat er aan de hand is. En het werk wat de Black Archives doet en Easy Solution doet, is het creëren van de mogelijkheden om dit soort kaders te ontwikkelen. Onze taak is van de academici binnen en buiten de universiteiten, de decoloniale academici, om te zien dat daar de kracht ligt van nieuwe kennisvorming en weten dat als je dit doet, is dat strijd. Dit is niet een kopje thee drinken gezellig bij de kantine. Dit is strijd, want op het moment dat je dat doet, krijg je een tegenreactie, krijg je macht en die kan je alleen bestrijden, niet als individu, maar als je collectief optreedt. Dat is de uitdaging die voor ons ligt in de komende tijd en ik ben van overtuigd dat het ook gaat lukken als we dat willen. Dank u wel. Dank u wel, Sanju, voor de duiding van een x-aantal zaken. Ik zit hier naast Mitchell en we hadden het er ook over, voordat we de Q&A beginnen, wil ik het ook even benoemen. De aanstichter eigenlijk van de reden waarom we bij elkaar zijn en Djehoudi ook echt het boek is gaan schrijven, dat is inderdaad Emily geweest. Ze is er helaas niet bij en dat heeft te maken met dat het debat nogal een behoorlijke impact heeft gehad op haar leven. Er is behoorlijk negatief over haar geschreven. Ze heeft ook behoorlijke intimidatie ervaren in de klas en binnen de universiteit. Ze heeft ons wel achter de schermen geholpen en gesteund om deze bijeenkomst toch te organiseren. Omdat het gewoon heel belangrijk is dat we hierbij stilstaan. Dus ondanks dat het er niet is, wil ik, terwijl jullie ook nog een applaus geven voor Sanju, ook even een applaus geven voor Emily. En dan wil ik Djehoudi naar voren roepen. En Sanju, wilt u blijven staan? Want dan gaan we de Q&A met jullie doen. En dan, zoals gezegd, 4 vragen.
hou het kort, bondig. Misschien kunnen we dan zelfs 5 of 6 vragen stellen. Even kijken, ik had u vorig jaar overgeslagen, dus u mag beginnen. Weet u hoe ze in Afrika hierover denken? Over dit soort werk? Dus over denken? Oh ja, over het eurocentrisme. Hoe dat in Afrikaanse landen is. Of ze daar ook zo ver zijn, of verder? Of... Nou, helaas vaak niet. Dat is overal eigenlijk, hè? Nee, dat kan beter langs. Dus zijn er ook soortgelijke bewegingen of boeken of mensen die onderzoeken of groepen? Of, ik weet het niet, maar misschien is het er wel. Maar voor mij is het beperkte mate in Afrika. Mevrouw wilde iets zeggen. Ja, over dit. Ik werk in de gezondheidszorg en ik werk heel veel in verschillende Afrikaanse landen. En je ziet heel veel jongeren met name ook. Die aan de ene kant natuurlijk op universiteiten soms nog best wel wat ouderwets soort van kennis voorgeschoteld krijgen. Soms nog deels resterend uit links met bijvoorbeeld Engelse universiteiten. Maar ook heel veel onderling doen. Dus als je in Zuid-Afrika gaat kijken, als je gaat kijken in delen van Centraal-Afrika, verschillende landen. Als je in Nigeria kijkt, als je in Kenia kijkt. Weet je, er is echt heel erg veel discussie. En men voelt elkaar. Kan natuurlijk ook heel makkelijk nu met social media. Dus veel meer mogelijkheid om snel met elkaar te communiceren. Dus die trends van dat allemaal opnieuw bekijken binnen en buiten universiteiten gebeuren wel. Vorig jaar was ik in Zuid-Afrika, op de Universiteit van Zuid-Afrika, voor een conferentie. Die heette Decolonizing the Universities. Het is een enorme beweging in Zuid-Afrika. Ook regeringsbeleid in Zuid-Afrika. Waar veel universiteiten in Zuid-Afrika onder druk van de studenten bezig zijn met de vraag hoe decoloniseer ik het curriculum. Ja. Dus er is in Afrika een enorme beweging daarop. Er zijn een aantal landen waar het minder inderdaad het geval is, maar er wordt enorm veel gedaan. Ja. Oké, een andere vraag. Eerst u meneer. Ik heb een vraag aan zoals je toen hebt uitgelegd hoe de kennis zeg maar, van Egypte in Griekenland is terechtgekomen. Ik heb niet zoveel gelezen als jij, maar Griekenland was destijds een centrum waarin kennis kwam uit het Germaanse Rijk, Romeinse Rijk, wat later Romeinse Rijk is gaan heten, Medië en Persen en Egypte. Dan zit Griekenland ergens in het centrum, nog steeds eigenlijk, in het Midden-Oosten. Ik vraag me af, los van of de kennis van Afrika is gekomen, want dat geloof ik wel, maar heeft Griekenland destijds niet meer de rol gespeeld waar al die kennis werd gebundeld, omdat hij gewoon oppermachtig was in die tijd? Oppermachtig? Griekenland? Ja, ik bedoel, dat was toen de centrum. Ik bedoel, eerst was het Griekenland en later is het Romeinse Rijk geworden. En nu zou je kunnen zeggen dat het de Germanen zijn die hier zijn. Maar jij gaat eruit dat er een leider is, een tijger heeft namelijk. Hè? Eerst met weinig kennis, toen kwam er heel veel kennis, ook met de Grieken. Maar dat de vraag over de oorwaring, dat de kennis wel noodzakelijkerwijs progressie maakt. Egyptenaren hadden al kennis, duizenden jaren geleden, die niet geëvenaard kan worden. Dus je kunt je afvragen, hey, zijn de Grieken al verder gekomen dan Egyptenaren in de kennisvergaring, of kennisproductie? Dat is een zeer de vraag. Maar zijn vraag is ietsjes anders, want hij geeft meer geografisch aan dat Griekenland zeg maar centraal ligt, waardoor het misschien de mogelijkheid heeft geboden dat daar verschillende informatiestromingen tezamen zijn gekomen, waardoor zij dat zijn gaan verspreiden. Dat is je vraag volgens mij. Dat is mijn vraag. Ja, okay. Klopt dat? Of heb jij daar een ander perspectief op? Ik heb een ander perspectief erop in ieder geval. Kennis was er namelijk in principe. Alleen hebben het een Grieks naamplaatje gegeven. Dus laat ik het zo zeggen, de kennis was er al. Op een gegeven moment gezegd van, stel het van Pythagoras, dat hij heel lang bestond, om een voorbeeld te noemen. Ik zou zeggen van, dan moet toch zo'n legacy. Die kennis die al bestond, hebben ze zich toegeëigend. Oké, Sentje, wilt u ook daarop reageren? Ja, dat is heel simpel. De wereld is een bal. Dus ieder stukje is omgeven door andere stukjes. Dus je kan niet zeggen, één stuk is het centrum. Als het gaat om de kennis, heeft Jokie gelijk. Je gaat na wat Pythagoras, Aristoteles, Socrates, zal die mensen zeggen over waar ze hun kennis vandaan hebben. Zij zeggen het, dat ze hun kennis van de Egyptenaren hebben. Mag ik even iets aan toevoegen? Want bijvoorbeeld als we nu in Amerika zien, Silicon Valley, er komen geleerden van over de hele wereld, gaan daarheen. Dat maakt dat het een centrum is. Dan ga ik niet zeggen dat die kennis in die valley, als het een Indiër is die het heeft gebracht,
ja, dan kan ik dat wel benoemen, maar we weten toch al dat het een centrum is waar kennis wordt. Nee, maar dat was voor dat de was het Griekenland voor. Nee, Griekenland was in die tijd niet het centrum waar de allerlei kennis van allerlei landen naartoe ging. Precies. Het was Egypte gebleven. Ja. Alexandrië was het centrum, het lag in Egypte. Ja. Ja, als je zo wil gaan bekijken, was Alexandrië het centrum. Oké, we gaan hier niet uitkomen, dus we gaan naar een andere vraag. Zal ik u een hand opsteken? We hebben nog een aantal vragen. John, eerst u. Meneer Sanjulina, u zegt slavernij en kolonialisme zijn niet van elkaar te scheiden. En dan denk ik dat u misschien nog meer bedoelt dan wat ik er allemaal bij kan bedenken. Zoals met dat de slavernij was afgeschaft, zoomde men in op de bodemrijkdommen van Afrika. En het kolonialisme was natuurlijk ook 50 jaar waarin men nog meer invloed kon krijgen op Afrikanen die misschien ooit tot leiders van het land zouden kunnen worden. Maar kan het zijn dat u nog iets meer bedoelt? Ja, wat ik bedoel is te zeggen dat... Zet u de microfoon. Ja. Wat ik bedoel te zeggen is dat de geschiedenis van kolonialisme niet begonnen is met slavernij. Die is begonnen niet met slavernij van de Afrikanen. Het is begonnen met slavernij van de inheemse. Zo is kolonialisme begonnen. In 1492 zijn de eerste mensen die tot slaaf waren gemaakt, waren de Taino's van de Caribische eilanden in Haiti en Cuba en de Dominicaanse Republiek is. Dus dat systeem wat daar is neergelegd, kun je alleen, transatlantische slavernij ga je alleen begrijpen als je dat systeem begrijpt, hoe dat tot stand is gekomen. En de ontwikkeling van racisme als filosofisch systeem, die is begonnen in 1650 met de opkomst van de wetenschap, nadat 150 jaar lang al kolonialisme was, gebaseerd op slavernij van de inheemse. Dus de slavernij die daarna kwam, kreeg een andere rationalisatie. Daarvoor was het gebaseerd op theologie. Het is een beroemd debat tussen Las Casas en Sepúlveda, twee theologen, die in 1550 van Valladolid een debat hebben gevraagd over hoe je moest kijken naar de inheemse. En dat soort debatten zijn later in de verlichting gevoerd na 1650, over hoe je Afrikanen die voor 1650 in Europa gezien werden als edelmensen. Weet je, als je kijkt naar veel van die beelden, zul je zien, Afrikanen werden afgebeeld als edelmannen, als welgerespecteerde mensen. Na de slavernij is dat beeld veranderd. En daarom zeggen we, racisme is ontstaan uit slavernij, slavernij is niet ontstaan uit racisme. En misschien dan doorgaan, want die meneer loopt net weg, maar ik weet niet of die dat nog is, maar is dat misschien ook iets wat weer dat beeld wellicht weer terug zou kunnen komen? Nee, ik denk dat we nu zitten in de val, we zitten in de historische periode van de val van het Europese en Amerikaanse imperium. We zitten, het is niet van koekje van eigen leven, we zitten in de val. We zitten de opkomst van China, van Rusland. Er is een nieuwe wereld aan het ontstaan. En die wereld is aan het ontstaan in economisch opzicht, straks in militair opzicht en vroeg of laat ook in kennis opzicht. Oké, dank u wel. Meneer, u zat al een tijdje aan me te zwaaien. De heer Slendu, u hebt het over strijd, hè? En die strijd, denk ik dat als het binnen de academische wereld wordt gevoerd, dan is het alleen maar, het lijkt mij te weinig. Hoe ziet u de andere strijd buiten de universiteit? Ik denk dat we moeten beginnen, en dat is een oproep die ik doe aan alle activisten. Je moet durven op eisen te stellen waarvan je weet dat je het problemen brengt. Je moet eisen durven stellen waarvan je weet dat het je in problemen gaat brengen. En een van die eisen is quota-regeling op de universiteiten. Je moet de eis stellen dat een bepaald percentage van de banen, niet van die schoonmaker, van die professoren, wordt gereserveerd voor mensen van kleur. Die eis moet je stellen. En als je die eis stelt, dan ga je een hoop ellende op je krijgen. Dan gaan ze zeggen, die mensen zijn er niet. Dan gaan ze zeggen, dan ga je ze toch trainen. Dan gaan ze zeggen, ja, je kan wel zwarte mensen aanzetten, maar wie zegt dat ze decoloniaal zijn? Maar dan hebben ze tenminste een baan. Daar zijn we ook wel blij mee als onze mensen baan hebben. Al zijn ze niet decoloniaal. We weten wel dat zij sneller decoloniaal kunnen worden dan die witte mensen.
dat weten we wel. Als je deze eisen stelt, ga je een hoop rotzooi krijgen en je moet het willen hebben. Simon, ja, er is ruimte voor één laatste vraag. Wie heeft zo van... We zijn allebei al aan de beurt. Jij bent nog niet geweest, dan krijg jij het woord. Ja, een vraag, opmerking. Ik kom zelf uit Egypte, dus ik heb even heel veel over gesteld en over jouw verhaal over de zwarte Egyptenaren. En je had het over iemand die zei dat Cleopatra zwart was. Ja. Maar als ik het goed heb, dan kwam ze uit het huidige Macedonië. Dus ik zit even te twijfelen hoe het kan dat ze dan zwart is. En verder had je het over de tekening waarbij je wees aan haar van de prinses. Maar op dezelfde tekening heb je ook niet-zwarte Egyptenaren. Ik weet dat de eerste koning van Egypte, koning Menes, zoals je had genoemd, die had twee koninkrijken verenigd. Was het niet zo dat in het zuiden de zwarte Egyptenaren waren en in het noorden de gedeelde Egyptenaren? Hoe denk jij wel? Nou, kijk. Ook nog iets beginnen namelijk, hè. Een aantal jaar geleden, ik dus een archeoloog, dus zeg maar de schedel van de zus van Cleopatra gevonden, de 18e eeuw. En die bleek dus uit dat haar schedel dus van Afrikaanse komaf was. Dus de zus van Cleopatra Afrikaanse afkomst is, dus Cleopatra zelf ook waarschijnlijk dan. Daarnaast heb je ook zeg maar nog de muurschilderingen, waarin zeg maar de kunst inderdaad, ja, maar de voorouder van Cleopatra ook worden afgevuld met Afrikaanse glaastrekken. Dus het was wel in de familie, blijkbaar. Oké, de familie Koppers komt nog uit Macedonië inderdaad, ja, dat klopt. Maar ze woonden al honderden jaren daar in Egypte. Hebben zich gemengd met Egyptenaren in de loop der honderden jaren, naar alle waarschijnlijkheid. Dat het uit de kunst blijkt. En ook zoals ik eerder zei, dus ze hebben de schilder gevonden dus van de zus van Cleopatra. En daar bleek dus... Mevrouw Gomes zegt het ook in... Ik dacht het zelf ook, dat was toch de halfzus van Cleopatra? Ja, in ieder geval, dat is aan haar gerelateerd, weet je. Dus dan is de kant heel groot dat ze ook zelf ook een zwarte vrouw was, weet je. Die zijn vrouw was. Mm-hmm. En ook zoals ik eerder aangegeven heb, de kunst geeft ook aan dat haar voorouders, de voorouders, ook die glaastrekken hadden. Okay. En daarom kwam J. Rogers met het argument, Cleopatra was een zwarte vrouw. En van verder komen dus, nou ja. Egyptenaren, die waren inderdaad zwarte mensen, inderdaad. Je hebt het geplet van Dam, inderdaad, ja. Waarschijnlijk waren in het begin in het noorden een aantal jaren verzamelaars die niet zwart waren, dat zou kunnen. Maar uiteindelijk, in de historische periode, waren de Egyptenaren inderdaad zwarte mensen van Noord op Zuid. Sandro, u wilt reageren? Ik wil even de kracht van conceptueel denken introduceren. Obama wordt genoemd de eerste zwarte president, terwijl hij witte moeder heeft. Dus het concept van zwart zijn moet je definiëren. Dan moet je kijken hoe witte mensen zwart zijn hebben gedefinieerd. Namelijk als je één druppel zwart bloed hebt. Dan was je al zwart. One drop blood theory, toch? Dus als je conceptueel nadenkt, dan hoef je niet eens naar die schedelen al die dingen te kijken. Je moet kijken hoe ze keken naar de mensen die niet uit Noord-Europa kwamen. Wit was voor hun Zweeds. Was echt niet Grieks. Wist wat Zweed. Dus als ze uit Macedonië kwam, was al zwaar. Voor die mensen uit Zweden. Ik hoop dat jullie dat denken, hè. Het is een techniek. Amanda. Tot vandaag de dag.
ieder volk dat overheerst moet een verhaal over zichzelf vertellen. En wat is dat? Egyptenaar waren heel goed om zelf ook om te vertellen van hè, wij hebben dat en dat koninkrijk voor hem, wat voor grootspraak ze allemaal erover hadden. Tot vandaag de dag, iedere oorlog die er wordt gevoerd door winnaar, vertelt een verhaal en heeft een soort monopolie lijkt het op de geschiedenis. En ik denk dat dat een groot probleem is dat absoluut gedecoloniseerd moet worden. Demetri en Sendu, ik wil jullie vragen om een soort van laatste woord aan het publiek te geven. En dan gaan we jullie een hartelijk applaus geven. Demetri, heb je nog een soort van laatste woorden? Ja, lang of leden dat de geschiedenis van Europa, van de wereld, zou ik zo zeggen, gezien worden van verschillende perspectieven. En ook gezien van Afrika is het belangrijk om zeg maar, te bestuderen. Ik wil NUC en Easy Solution bedanken, omdat ik denk dat wat jullie doen is een bijdrage leveren aan de decolonisatie door dit soort bijeenkomsten te organiseren. Dank u wel.